Dit van het congres vind ik toch wel dat je met mensen die allemaal bezig zijn op het vlak van offshore windenergie, dat je elkaar weer eens ontmoet, ervaringen met elkaar deelt, waar loop je tegenaan en zo, wat zijn de algemene ontwikkelingen op dit gebied en dat je op zo'n dag zeg maar weer helemaal bijgepraat wordt en elkaar ook bijpraat. Dat vind ik eigenlijk wel het mooie van dit. Dames en heren, ik was wat later door het verkeer, maar ook omdat ik zojuist 921 petities in ontvangst heb genomen van een groep die buiten stond. En die hebben mij een beetje opgehouden. Ik heb ze gelijk meegenomen ook voor u. Overigens, ik kom daar straks weer even op terug, omdat in die petitie staan een aantal wensen waarvan ik denk eigenlijk dat we daar prima aan tegemoet kunnen komen. Ik vind dat dat debat over de uitvoering van het energieakkoord, dat moet wat mij betreft in alle openheid worden gevoerd. Het grootste belang is om te netwerken. En, de inleidingen zijn interessant. Het is eigenlijk meer een bevestiging van zaken die je wel al zo gehoord had. Maar als de mensen het zo even, net zoals Nijpels, duidelijk zegt. Alle kolencentrales gaan dicht. Nou, dat zijn natuurlijk ook belangrijke aspecten. Maar ik denk daarnaast is het gewoon even als sector bij elkaar te zijn. Dat is ook een hele belangrijke voor dit congres. Mijn naam is Maarten Bouwhuis en ik ben uw dagvoorzitter van deze twee dagen congres. En wij gaan ons storten op die windenergie. Ik hoef u allemaal niet uit te leggen vanuit de sector, ik ga u straks allemaal veel beter leren kennen, dat er richting 2020 een hele hoop moet gebeuren. Maar goed, dames en heren. Wij onthouden toch een paar dingen. Dadelijk gaan jullie lunchen. En Harm Reitsma heeft gezegd, wat is belangrijk als de opers rondlopen met een bord? Het draakvlak. Allerlei verschillende hoeken zijn er, ingangen en de sprekers. En het is heel interactief. Doordat het redelijk kleinschalig is, heb je een heel interactief speelveld in de zaal, waardoor je snel kan reageren en snel op vragen uit de zaal kan anticiperen, inspelen. Snel contact hebt met een spreker, maar ook snel contact met je buurman. En, ja, het is eigenlijk heel leuk om hier te zijn.